We gaan hele mooie beenwarmers maken. Ik ga hier een klein beenwarmertje maken voor een newborn tot 3 maanden. Wat heb je nodig? Sowieso garen naar maat 4 en haaknaald maat 4,5. Ik weet niet of je het kan zien. 4,5. Goed. Neem even patroon uitleg erbij van de boordsteek rondhaken enkel. Dus enkel boordsteek rondhaken. Dat is deze en dan hoef ik daar niet een apart filmpje van te maken. Wat gaan we doen? We gaan 1 losse haken en we gaan rondom alleen maar half stokjes haken. Hou er rekening mee, je werkt met de goede kant. Dus je gaat rechts is de eerste steek. Niet daar, maar daar. Dus, we gaan stokjes rondhaken. Je moet zorgen wel dat je met de boordsteek een meervoud van 6 hebt in verband met het vervolgpatroon. Ik heb dus 24 stokjes, relief stokjes. Dus ik ga nu ook 24 halve stokjes haken. Dat is 1. 2. En dat doe je gewoon door beide lussen heen. 3. 4. 5. 6. Ik neem aan dat jullie weten hoe een half stokje werkt. 8. Dus dat ga ik nu even niet uitleggen. Ik zal daarom even wat sneller gaan haken, zodat ik de toer rond ben. Gewoon om even jullie te laten zien hoe dat deze toer eruit zou moeten zien. Goed, ik ben er al bijna. Dus door beide lussen in een half stokje maken. Zo. Gaan we tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. En dan zul je zien dat hier je halve reliëfstokje achter was en daar maak je nummer 24. En we sluiten met een halve vaste in die losse wat je als eerste op hebt gehaakt. Zo. Nu gaan we, kijk, nu heb ik dus het halve stokjes rondgehaakt. Heb je een mooi strak randje. 1 losse. En die gaan we niet hierin steken, maar daar. Daar gaan we gelijk een vaste maken. Zo. Gaan we 2 steken overslaan. In de derde gaan we een waaiertje maken. Dus 1, 2 steken overslaan. En hier in deze gaan wij een waaiertje maken. En een waaiertje bestaat uit 5 stokjes. Dat is 2. 3, allemaal in hetzelfde gat. 4. En dat is nummer 5. Nu slaan we weer 2 steken over en in de derde maken we een vaste. Slaan we weer 2 steken over. 1, 2 en in de derde maken we weer een waaiertje. Dus weer 5 stokjes in 1 steek in de derde. Vanaf de vaste die je net gehaakt hebt. Dus 2, 3, 4 en nummer 5. Dan slaan we weer 2 steken over. In de derde maken we weer een vaste. Slaan we weer 2 steken over. En in de derde maken we weer 5 stokjes. Dus een waaiertje. 2, dat is nummer 3. Dus het vierde stokje. En hier is het vijfde stokje. Slaan weer 2 steken over, in de derde een vaste. 2 steken overslaan, in de derde 5 stokjes en dus een waaiertje. Dat is 2, 3, 4 en nummer 5. Dan heb je nog 1, 2 steken over en hier is jouw vaste. Daar maak je hem dicht met een sluitje ring. De toer met een halve vaste. Zo. Nu gaan we hier een waaiertje creëren en hier een vaste. Maar we gaan hier geen volledig waaiertje maken. Je gaat hier nu 3 losse haken plus nog 2 stokjes. Dat zijn dus in totaal 3 stokjes van de waaier. Zo. Dan gaan we 1,
twee steken overslaan en in de derde houd rekening mee dat je met de toeren meehaakt. Dus je werklus zit aan de rechterkant van je stokje. Dus 1, 2, in de derde maken we een vaste. Dan gaan we door naar die vaste en daar gaan we weer 5 stokjes haken. Dus een volledig waaiertje. Dus tweede stokje. Derde stokje. Vierde stokje. En dat is het vijfde stokje. Dan gaan we weer 2 steken overslaan en in de derde weer een vaste. Dan gaan we weer naar die volgende vaste en daar haken wij weer 5 stokjes. 1, 2, 3, 4 en nummer 5. Gaan we weer 2 steken overslaan en in de derde weer een vaste. Gaan we naar het vaste van de vorige toer. Daar maken wij weer een 5 stokjes. Dus een waaiertje. 2, 3, 4 en nummer 5. Dan gaan we weer 2 steken overslaan en een vaste bovenin. En nu zijn we aangekomen bij de 3 stokjes. Dus 3 losse en 2 stokjes. Daar plaatsen wij nog 2 stokjes bij. Om die 5 te creëren. En je wil altijd in het midden uitkomen van je waaier. Dus we gaan weer in datzelfde gat. En dan maak je nog 2 stokjes bij. Dat is 1. En dat is 2. Nou. Nu moeten we de toer sluiten. Dus we gaan hem in de derde vaste sluiten. 1, 2 en dat is mijn derde. Dat sluit je met een halve vaste. Zo. Heb je waaiertje gesloten. Dan 1 losse en in hetzelfde gat maak je een vaste. Dan heb je de basis gemaakt voor de vaste van de volgende toer. Dan ga je weer naar de vaste, daar maak je 5 stokjes. 1, 2, 3, 4 en nummer 5. Sla je 2 steken over en een vaste in de derde. Dit herhaal je tot je weer bij de eerste vaste bent. En dan sluit je weer met een halve vaste. En dan maak je weer, net als in deze toer, de 3 losse plus 2 stokjes. Dus deze toer en deze toer blijf je herhalen totdat je rond bent. Nou, ik haal hem even hier uit. Om te starten met het ribbelpatroon. Sluit je dus uiteindelijk met een halve vaste, maak je 1 losse, die heb ik hier al. En dan ga je in alle steken wat je tegenkomt een half stokje haken. 1, 2, 3, 4, enzovoort, enzovoort. Dit haak je volledig rond, dan ben je aan de bovenkant van de beenwarmer en dan ga je het ribbelpatroon herhalen. Je zit dan alleen met halve stokjes en niet met hele stokjes. Dus je zult om het halve stokje heen je ribbel moeten maken. Voor en hier is die achter. Als je dit herhaalt en je bent het laatste van de toer, dan heb je dit patroon ook bovenin zitten. En zal die bovenin een stukje wijder zijn dan onderin. Tja, de benen lopen altijd taps toe naar beneden. En dan heb je een prima beenwarmer. Lekker voor in de winter met een heel mooi motiefje. Als jullie daadwerkelijke motiefjes willen zien, op mijn Facebookpagina hupsa.nl staan ze te koop in de mappen. Dus daar kunt u ze terugvinden. Heel veel succes!